middag is het middag, het is 16:45. Diembo is net geweest, dus we hebben weer voor een hele maand aan boodschappen. Kijk, en daar beneden ook nog. Ik ga er even met jullie doorheen. Hier zijn de kratten van Diembo. 30 eieren hadden we vorige maand niet genoeg aan, maar nou ja, we zien wel. Nutella was op, wilden we zo graag hebben. Koffiemelk voor mij, 2 keer een liter. En we hebben de Friese vlag opschuimmelk. Dan heb ik bietenwraps. Eigenlijk niet omdat we overtuigend vegetarisch zijn. Maar meer, ik vind bieten heel erg lekker. Wij noemen dat krootjes. Dat is een beetje oud-Hollands. Ik ben gewoon benieuwd naar hoe het smaakt. Laat ik het zo zeggen. Sandwichpret. Voor mij vind ik heel erg lekker. Dan heb ik 6 grote blikken soep. Bruine bonen. Tomatencreme. Goulash. Erwtensoep. Uiensoep. En champignon. En ik heb zometeen nog 2 kleintjes. Ik heb hierachter mayonaise en ketchup staan. Dan heb ik hier 2 keer... cooking en 1 keer lang lekker slagroom voor saus of iets te doen. Basmati rijst vond ik erg lekker vorige keer. Snackerjacks, als ik trek heb weer wat lekkers. Ik heb een blikje gepelde tomaten, tomatenblokjes. Dit is frito en dit is gezeefde tomaten. Dan heb ik maizena, paneermeel, wafelmix en panko helemaal achterin. Hier achterin heb ik Bertolli sausen. Dat is knoflook, romige tomatensoep van Unox. Carbonara saus, formaggio en nog een keer formaggio. Hier heb ik de 2 kleine blikjes soep voor mij en Wessel eventueel. Als we tussen de middag een keer trek hebben. Wessel is volgende week trouwens thuis. Die is nu naar school. Komt hij morgen thuis en volgende week heeft hij afstandsleren. Dan heb ik wat kruiden gekocht. Dit zijn taco kruiden. Dit zijn Amerikaanse burger kruiden. Patat friet. En dit is aardappel. Nou, dan heb ik sea salt crackers. Het zijn erg lekker. Taco kruiden. Dan heb ik filetlapjes à la minuut en gewone kipfilet. 2 pakjes soepballetjes. Ik heb boeren gepaneerde burgerskip. Kip gehakt. Kipsausijsjes. Erg lekker. Erg lekker. Kan ik aanraden. En in de aanbieding waren die filetblokjes van de Jumbo. Dus van kip. Dus die heb ik ook gekocht. En ik heb 2 keer de kaas niet zo gekocht. Ik heb kleine tortilla wraps gekocht voor zachte taco's te maken. En ik heb een Pijnenburg Zero, omdat Dennis diabetes is, volkoren gesneden ontbijtkoek, vinden we lekker. Nou, jelly pudding had ik een recept gezien op YouTube met gewone cake, maar ik moet de cake mix niet geleverd, dus die moet ik nog even halen. Fruitontbijt, sinaasappel, aardbei is voor Wessel. Hier liggen 4 pakjes pancakes voor Wessel. Die heeft dat besteld. En eentje was een setje met Griekse yoghurt en blauwe bessen. Dan heb ik deze voor Wessel gekocht voor in de auto onderweg naar school. Terug. Dan heb ik hier een heleboel vleeswaren. Rookvlees, kipfilet, ham. Dit is ontbijtspek. Ik gooi het even gewoon zo neer. Dit is kip gehakt. Kippengeelworst. Dit is kipboterhammenworst. Leverworst. En bakbacon. Dan heb ik nog een stukje oud Amsterdam. Vind ik erg lekker. Beemster extra belegen. Plakjes oud Amsterdam. En Beemster gewone belegen kaas. Hier heb ik wat zakjes Tex-Mex, gewoon, oven, nou, wat geraspen kaas.
bloemkoolroosjes. Ik heb 2 doosjes chorizo, 1 voor wessel, 1 voor een gerecht. Hier heb ik 2 doosjes aardappelpuree, kant en klaar, makkelijk. 2 keer aardappelgratin, 3 keer boter. Knoflookboter, kruidenboter en zeezoutboter. Deze mozzarella kaarsjes om te bakken, heel, heel lekker. 2 keer cool best, 1 keer grapefruit en 1 keer strawberry. Boter voor het brood. Ik zag dit voorbij komen en ik ken het helemaal niet. Croma smeltjus. Nou, ben benieuwd. Gesnipperde uien, witte en rode. Ik haat uien snijden. Dan heb ik deze biefstikjes voor Guus. 10 heb ik er gekocht, maar ik heb er maar 1 neergelegd. Ik schrijf een stukje op. Een grote fles Croma. Een grote fles Becel. En een grote fles Becel Original. Ribbelfrietjes. We eten toch wel eens een frietje. Vooral als Wessel er niet is, want Wessel houdt niet van patat. Dan heb ik hier 3 margarita pizza's. Oh, het gaat omvallen. Hierachter heb ik Turkse pizza's. En hier heb ik een pizza met bloemkoolbodem. En hier een met bietenbodem. Gewoon om te proberen, omdat ik benieuwd ben hoe het smaakt. Ik heb Spaanse sinaasappelkwark. Ik zit op het verkeerde te richten. Croissantjes voor Wessel. Spaanse sinaasappeljoghurt. Romige aardbeienjoghurt. Kersenjoghurt voor Dennis. Griekse yoghurt voor mij. Vanillekwark, ook voor Wessel. Heb ik filet hamlapjes à la minute. En riblappen, want Wessel wil graag draadjesvlees eten. Dan heb ik hierachter veggie spekkies. En hier een heleboel gehakt. 2, 4, 5 zijn het er. Dan heb ik hier melk. En hierachter nog meer Heinz frito en puree. Dan heb ik nog gehaktballetjes van Unox. En die zitten in een soort tomatensaus. Gekruid. Dat is gewoon lekker, zeg maar, voor met een pastaatje of zo. Of een makkelijke dag. Stroopwafels. Knakworstjes en gehaktballetjes in Italiaanse saus hieronder. Ik heb 3 rookworsten. Finish. Voor de vaatwassen schoon te maken. Hier hebben we nog meer knaks. Dan hebben we persikken in blik. Dit is allemaal blik en zo. Het is allemaal gewoon houdbaar voor de hele maand. Dus alle verse, je ziet geen verse dingen, maar die koop ik er dan nog los bij. 3 keer appelmoes met kaneel. Hierachter 3 kilo aardappels. Dan heb ik nog zoetzure partysticks. En dan heb ik hakgroenten. Ja, schiet mij maar dood. Ik haal van groenten uit een pot. Omdat. Ik lust ook wel gewoon al dente gekookte groenten natuurlijk. Maar ik hou van prakken. Ik prak mijn eten thuis. Dat doe ik natuurlijk niet uit eten. En dat doe ik ook niet als ik bij iemand eet. Maar thuis wel. Dus, en dan is het dingen met al dente. Kan je niet prakken. Dus die koop ik dan nooit. En als ik dan verse groenten koop, dan moet het zo lang koken als je het al helemaal zacht krijgt. Dus ik heb witte bonen. Dit is rode kool met appel, spruiten, ertjes en worteltjes, spersiebonen, boerenkool, snij met witte bonen hieronder. En dit is een bonenmix, dat doe ik altijd in de chili con carne. Een blikje ananas vindt Dennis lekker. En tutti frutti, want dat vindt Dennis lekker. Dit kreeg ik gratis. Een vleesthermometer. Van Croma. Dus dat zal bij de boter gehoord hebben. Wow. Ik word aangevallen door een rookworst. En een nieuwe afwasborstel. Het was wel een beetje duur, maar dat weet Dennis niet. Het drinken. Nou zie je daar de aardappels heel goed. Dat brood had ik al, dat hoorde niet bij. Slimpie. Bloedsinaasappel grapefruit. Nou, ik ben benieuwd.
En een kleine slimpie citrusvruchten. Ik haal erg van citrusvruchten. Dan hebben we hier alle drinken. Crystal Clear. Spa. Allemaal spa. Lipton Ice. IJsthee. Fanta. Hier hebben we afbakbroodjes. Wat is dit? Ciabatta's. Bagels. Dit zijn Italiaanse bollen. Je kan het echt slecht zien hoor. Flatbread en Turkse bolletjes. Hier 6 flessen cola. Hier nog Fanta, Spa, Fanta, Fanta. We doen niet aan Herbalife hoor. Ik gebruik dat bakje gewoon. Fanta, Crystal Clear. Nou, van alles. En dan heb ik hier 2 van die partyzakken. Met kleine zakjes chips. Kijken wat dat doet. Wij zijn nogal wel van de chips. Daarom zijn we natuurlijk ook te dik. Onder andere. Dit is trouwens een nieuwe smaak. Dit is pineapple ginger. Geen idee. Ik lust het sowieso niet. Dus Dennis drinkt het op. Maar omdat... een beetje in toom te houden en een beetje, zeg maar, portiecontrole te doen, heb ik 2 zakken gekocht met kleine zakjes. Zo van, we kunnen 1 zakje mee naar boven nemen als we een film gaan kijken. En dan houdt het op. Dus je bent ook niet in de verleiding om dan een grote zak te nemen. Dan hebben we hier nog 8 flessen Spa rood voor Dennis. 4 keer Crystal Clear, ja, voor mij, voor Wessel, voor Dennis, voor iedereen eigenlijk. En Wessel houdt niet van Spa Rood, want die vindt de bubbel te hard. Dus daar heb ik, hoe heet dat? Finesse, vroeger heette het Marie Henriette, volgens mij. Maar nu heet het Finesse. Dus de bubbel is dan iets minder sterk. Dus ik had zoiets van, nou, dan koop ik er 4 daarvan voor jou. Dan kun je dat in ieder geval proberen. Goh. Ben er snel doorheen, maar dat is het. Voor de hele maand. Het was wel heel duur. Met de kratten mee en de statiegeld van de vorige maand flessen eraf. Moest Dennis toch nog €450 betalen. Het is wel iets meer, maar ik heb ook meer vlees. Van december had ik geld over. En had ik geen geld over. Had ik spullen over. Dus dat heb ik ook nog in januari een deel betaald. Daarom hadden we in januari dan wat minder. Dus nou ja, misschien dat we nu in maart ook alweer wat over hebben. En dan dat ik wat minder nodig heb. Ik heb wel veel vleeswaren. Maar ja, ik weet natuurlijk niet in hoeverre Wessel thuis is. Nu in ieder geval een week. En een 18-jarige jongen eet toch best wel veel. Heb ik gemerkt. Dus nou... Ja, dat is het wel zo'n beetje. Heb ik niks vergeten? Ik ben even dan langs aan het lopen. Nee. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden om weer even mee te kijken met de boodschappen. De dingen tussendoor, wat ik nogmaals zeg. Verse dingen halen we tussendoor gewoon en brood als het nodig is. Want dat kan je gewoon niet zo lang goed houden. Al het vlees gaat de vriezer in. Dus dat vind ik niet zo erg. Een deel van het broodbeleg gaat ook de vriezer in. En de aardappelpuree en zo. Om gewoon langer te bewaren. Ik kies gewoon 3 soorten vleeswaren uit. En dat leg ik in de la met de kaas. En dan als dat op is, pakken we weer gewoon wat uit de vriezer. En zo doe ik met die vleeswaren wel de hele maand. Maar dat die vleeswaren is ook bijvoorbeeld om te snijden. Ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. En nou ja, op de volgende maand weer een boodschappenhaal. Doei doei!